Donnie, hoe was het? Fantastisch. Niet normaal, wat een geluid en zei ik net al, wat een mensen. Het was ongelooflijk mooi. Meer dan 100.000 mensen hoorde ik. Ja, ja je kon het einde kon je niet eens zien. Zoveel mensen waren er en dat zegt veel denk ik. En ook nog om 4 uur niet het beste tijdstip, maar als je ziet nog hoeveel mensen er zijn, ongelooflijk. Ik sprak net Daley Blind en althans ik kon hem moeilijk verstaan. Zijn stem was weg. Dit van jou valt wel mee. Valt mee, ja. Klein beetje. Een beetje. Maar het zijn wel zware dagen. Hoe was het feestje gisteravond dan? Waar zijn jullie geweest? Nee, we hadden een feest met Ajax en vrienden en familie. En dat was echt geslaagd. Waren er ook mensen die niet dronken waren? Ik heb ze niet veel gezien. Wie zijn nou het meest gekke bij jullie binnen de selectie qua feestvieren? Nou, we hebben best veel. Iedereen ging wel los eigenlijk. En dat was top. Ik en Casper Dolberg van de Beelden, dat is een redelijk ingetogen jongen, maar gisteren ging je volgens mij aardig los, of niet? Ja, maar hij kan wel losgaan hoor. Hij kan wel goed losgaan. Ja. Nee, hij was... Net op het podium, op het moment dat de familie van Noori nog opkomt. Dat is heel bijzonder. Hoe heb jij dat ervaren? Hoe vond jij dat? Ja, geweldig. Bijzonder en wel lastig om te zien natuurlijk. Voor hun hadden er natuurlijk ook lastig mee. Voor hun is het ook niet makkelijk, maar hoe de fans, iedereen ermee om zijn gegaan. Grote klasse. Je bent binnengehaald voor hem nu, hè? Zeker weten. En nu, wat gaan we vanmiddag nog doen, vanavond? We hebben weer een feestje, dus we blijven maar aan het feesten. Dat is even een paar dagen genieten en dan gaan we weer rustig. Maakt naar meer, toch? Volgend jaar gewoon weer in Amsterdam? Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Ik bedoel, je weet het nooit natuurlijk. Maar, ja, je weet het nooit, maar dat zou een hele goede optie zijn, zeker.